Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Geert Timmermans en ik ga u straks samen met een collega uit Tilburg, Misha Gillissen, die ga ik straks nog even aan u voorstellen, gaan wij twee voordrachten houden. Eén gaat over de natuurlijk intensieve stad en de andere die gaat over het soortmanagementplan met gebiedsontheffingen voor de gemeente Tilburg. Misha, kan jij je even voorstellen? Misha Sillissen, gemeente Tilburg. En ik kom straks als tweede aan de beurt. Dus aan jou, Geert. Ja, dankjewel. Voordat ik ga starten met mijn verhaal, zijn er hier nog natuurintensief Amsterdam. En ja, heel veel vragen zijn natuurlijk over van wat is dan natuurintensief? En bestaat dat eigenlijk al? Ja, er is natuurlijk al heel veel op dat gebied. Hè. U kunt denken aan groene daken. U kunt denken aan groene gevels, zoals hier op de Zuidas, wat we al gecreëerd hebben. En dit is het kantoor van de ABN AMRO daarop. Maar het zijn ook dingen die al zeg maar bij de bouw van gebouwen worden ingepland, bedacht, onderdeel van de architectuur. Hier ziet u op Eiburg hoe wij met gierzuilenkasten en musselkasten, die een onderdeel worden van het gebouw. Het is altijd leuk om te vertellen, we hebben hier 600 van deze kasten neergezet. En eigenlijk was dat direct al een succes. Zeg maar meer dan 500 van die kasten worden ook bezet door huismus, gierzwaluw. Maar ook spreeuwen maken er heel graag gebruik van. Natuurintensief is niet alleen rondom of opgebouwen. Maar in Amsterdam zijn we ook bezig met de openbare ruimte veel natuurintensiever te maken. Hier ziet u een voorbeeld van een straat in de Baarsjes. En het idee is, en dat wordt nu ook uitgevoerd, om dat zo, als dat plaatje dat laat zien, om dat ook zo uit te voeren. En we koppelen hier dan niet alleen natuurintensief, maar ook allerlei andere opgaves op het gebied van klimaatadaptieve maatregelen. Dus u moet denken aan, hoe vangen wij regenwater op? Hoe gaan we met hittestress om? Maar ook het spelen en gewoon, ja, hoe ziet de straat eruit, hè, kwalitatief? Nou, een heel ander mooi voorbeeld van hoe we met de openbare ruimte in de stad omgaan, dat is het voorplein van station Sloterdijk, het Orlieplein. Nou, misschien een aantal mensen kennen dat wel. Het was vroeger een busstation met heel veel bussen, veel asfalt. En dat hebben we een paar jaar geleden helemaal omgevormd naar een groen park. Ja, dus als je het station uitkomt, dan is het dus niet meer het asfalt wat je tegemoet schreeuwt. Maar is er eigenlijk een hele prettige ruimte. Welkom voor de stad. Maar niet alleen voor de reiziger die daar op het Orlieplein is, maar ook de mensen die daar omheen wonen en werken. En die kunnen daar het ommetje maken en rondlopen en genieten van naar alle planten en struiken die daar zijn geplant. Je ziet hier een aantal van die details, hoe dat eruit ziet. Ook hier speelt weer gewoon dat het altijd een integrale ontwerp is, een integrale opgave. Dus niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook hoe ziet het eruit, het waterberging, het voorkomen van hittestress. Dus dat soort klimaatadaptieve maatregelen nemen we eigenlijk altijd in één keer mee. Aantrekkelijke buitenruimtes die daar ontstaan, die zijn ook wel interessant voor investeerders, maar ook voor de mensen die daar willen gaan wonen. Natuurintensief is niet alleen het aanleggen, maar vooral ook dat je mensen de natuur letterlijk intrekt. En hier is een voorbeeld van een natuurspeelplaats. Amsterdam is druk bezig om alle schoolpleinen in ieder geval ook veel meer te vergroenen. Zodat er allerlei spelaangelegenheden zijn waar kinderen contact kunnen maken met de natuur. Kunnen klooien, maar ondertussen ook misschien de larven van een bruine kikker kunnen zien. En op die manier
ja, of een keer in het water kunnen vallen. Of een laars die volloopt. Dus vogels horen. Dat hoort allemaal bij dit soort natuurspeelplaatsen en het vergroenen van die schoolpleinen. Dit is een heel mooi voorbeeld vanuit de Zuidas, de Valley, ontwerp van MVDRV, waarin een gebouw wat daar gemaakt wordt, zeg maar helemaal vergroend wordt. En wat hier ook nog het mooie van is, is dat een deel van dat gebouw, de gevel, ook een openbare functie krijgt. Hè. Dus er komt een soort wandelpad, ja, zeg maar over de balkons letterlijk, waardoor de openbare ruimte ook veel groter wordt dan die nu is. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal initiatieven die er nu in Amsterdam spelen. Maar er zijn nog heel veel andere zaken die straks op ons bordje komen. Ja, Amsterdam heeft een bouwopgave, ik heb ze hier even op de sheet neergezet. 50.000 woningen in 2025. Er zijn ideeën over een autonome stad. Dus er komt ook veel meer openbare ruimte bij. Ja, u heeft het vast in de krant gelezen. We zijn bezig met een grootschalige kadervernieuwing. Hè. Meer dan 200 kilometer kade moet op den duur vernieuwd worden. En dat vraagt eigenlijk allemaal op, ja, hoe gaan we dat doen? En ja, hoe vrijblijvend is straks dan ook nog dat natuurinclusieve? Ja, daar hebben we eigenlijk iets voor bedacht. Want we krijgen natuurlijk heel veel vragen van allerlei projectontwikkelaars, architecten, initiatiefburgers. Ja, wat is natuurinclusief en wat kan wel en wat kan dan niet? Maar we hebben daar eigenlijk twee dingen voor bedacht. We hebben een handboek samengesteld. En om dat vrijblijvende af te halen hebben we ook een puntensysteem in ontwikkeld. Ik ga eerst nu even wat meer in op het handboek. Je kunt overigens het handboek ook downloaden. Hieronder staat een heel dun linkje. Maar dat kan misschien later nog wel even opnieuw op de chat ook vermeld worden. Waar het handboek gedownload kan worden. Er is een Nederlandse versie en een Engelse versie. Dus dat kan. Eerst de kaft van het boek. Het heeft de titel Natuurinclusief bouwen en ontwerpen in 20 ideeën. Wat ik net al vertelde, we kregen heel veel vragen vanuit de markt, vanuit collega's, vanuit partijen die vroegen van, ja, wat is natuurinclusief en wat moet ik nou doen? Nou, we hebben dat eigenlijk terugvertaald in 20 voorstellen. En het boek is zodanig opgebouwd dat je dus aan de hand van hele praktische voorbeelden kan zien wat het dan is. En ook maatvoering, waar moet de kast ophangen, aan welke gevel. Ik ga het nu even een paar pagina's laten bekijken. Kijk, dit zijn de startpagina van het handboek. Dus hier geef je de suggesties weer van wat er allemaal mogelijk is. En die nummertjes die verwijzen naar de hoofdstukken waar je dan de informatie kan vinden over wat dat betreft natuurinclusief. Ja, dit is bijvoorbeeld een pagina die gaat over het inbouwen van vogelkasten. Ik liet net al in de inleiding zien dat we in Eiburg daar al wat ervaring mee hadden. Hier laten we nog even zien wat de mogelijkheden zijn. Welke kasten er op de markt zijn, hoe je ze kan inmetselen. Maar ook dat kasten bijvoorbeeld onzichtbaar kunnen zijn. Want architecten willen best vaak wel meewerken. Maar ze zijn niet altijd geneigd om die kasten dan heel zichtbaar in hun architectuur of in hun wand te laten zien. Dus we hebben gezegd, als je nou, bijvoorbeeld een stootvoeg openlaat en daarachter ruimte creëert waar de vleermuis of de gierzwaan of een ander dier zich kan hangen of kan voortplanten, dan is dat ook goed. Dus hier is vooral de techniek, laten we dan zien. Dit is bijvoorbeeld de pagina over het groene dak. Er zijn allerlei maten, van hele simpele groene daken tot veel ingewikkeldere groene daken. Je kan vanuit sedum denken tot aan daken waar bomen op kunnen groeien. En het mooiste is natuurlijk als je ook daken zeg maar, combineert. We zijn nu met een project bezig, dat heet Resilio, waar we dan groen-blauw of blauwe groene daken maken. En dat blauw dat staat dan voor waterberging op het dak. En dat groen, ja, dat staat inderdaad voor het groene dak, de biodiversiteit.
En dat is natuurlijk een hele mooie integrale opgave. Hè, dat je en water bergt en dat water ook weer kan gebruiken. Zeg maar voor, om je dak groen te houden. Of eventueel voor andere zaken. Als grijs water. Dat het groene deel dan ook dat natuur inclusief is. Dus de biodiversiteit verhoogt. En zorgt dat daar insecten op afkomen. Insecten trekken weer allerlei vogels en andere dieren. Dus op die manier wordt er naar gekeken. We hebben niet alleen groene daken, we hebben ook gewoon bruine daken. Dus waar je met grind en schelpen dingen laat zien. Waterdaken. Nou, al deze dingen die kan je terugvinden in het handboek. Ook hele handige schema's. Hè? Dus wat kan je op de Noord, Zuid, Oost en Westgevels. En op welke hoogte. Hè? Dus als je een gebouw van 20 meter of 80 meter hoog maakt. Wat kan er nog allemaal? Nou, dat kan je terugvinden in dit handboek. Ja, dat handboek dat is een inspiratiedocument, zoals ik het net al zei. Maar dat is nog heel vrijblijvend. Hè? Iedereen kan nog steeds denken, ja, ik doe het niet of ik doe het wel. En daar willen we eigenlijk van af. Dus we hebben gedacht van als we nou een soort puntensysteem ontwikkelen, wat je kan gebruiken bij de aanbesteding. Dus op het moment dat er een project wordt aanbesteed, of de bouwenveloppen worden samengesteld, dat je dan eisen stelt ten aanzien van natuur inclusief. Dus dat handboek wat ik net liet zien met die 20 ideeën, dat hebben we vertaald naar een puntensysteem. En dat puntensysteem, dat wordt dan straks ook verplicht. We zijn nu bezig met een pilot om dat puntensysteem te testen. Dus we hebben 3 projecten in Amsterdam waar dat al geldt. En ja, daar kom ik straks nog even op terug wat daar de stand van zaken is. En wat we dus als eis meegeven is van, u moet 30 punten halen. En waarschijnlijk worden er wel meer, want het blijkt vanuit die pilot dat die 30 punten wel heel makkelijk worden gescoord. Dus we denken dat het wel 40 punten moeten worden. En we hebben hier dan een soort schema vast opgesteld van hoe die punten in elkaar zitten. Bijvoorbeeld heel simpel, een groen dak. Ja, wat is dan een groen dak? En ik gaf het net al in mijn inleiding. Van een sedumdak is natuurlijk simpel en goedkoop. Terwijl een dak waar je bomen op zet en water bergt, dat is veel ingewikkelder en ook veel duurder in de aanleg. Dat laatste dak ook veel hoger in punten scoort dan het sedumdak. Wat we ook gezegd hebben is dat je niet alleen de punten kan halen met één onderwerp. Dus dat je je hele gebouw volhangt met gierzuilenkasten. Dat willen we niet. Dus het is altijd de combinatie van 3 dingen die je moet doen. Nou, en je kan nog wat extra punten halen als je ook een beheerplan maakt. Want dat vinden we eigenlijk nog veel belangrijker. Dat datgene wat je aanlegt, dat het ook duurzaam en langdurig gaat functioneren. Dus dat beheerplan geeft ook druk en laat zien van hoe je met dat natuurinclusieve op je gebouw wil omgaan. Dat puntensysteem dat willen we dus voor nieuwbouw en voor grootschalige renovatie gaan gelden. En Dit is nu puur nog alleen voor de gebouwen, maar we zijn ook aan het nadenken hoe je met de omgeving omgaat, dus de openbare ruimte. En daar hebben we als Amsterdam natuurlijk als gemeente een veel belangrijke rol in. Nou, eventjes kort waar we nu staan. Dus dat natuurlijk zien bouwen. We hebben een pilot gestart met 3 gebouwen in Amsterdam. Dat hebben we vorig jaar zijn we daarmee begonnen. Ik noemde net al even het project wat we samen met partners doen uit Europa, de Resilio. Dat is dus combinatie maken met blauwe daken. Dat nemen we ook in de pilot mee. En dat onderzoeken we ook, hè, van het functioneren en wat ook zeg maar, dat aan biodiversiteit op het dak gaat opleveren. De pilot evaluatie, dat gaan we volgende week mee beginnen. Om te kijken van, wat heeft het allemaal opgeleverd. Dan willen we dat omzetten naar een voorstel. Hè, dus het vrijblijvende van, wel of niet, dat moet gewoon een verplichting worden. Dus een voorstel aan de wethouder en dan via het college van BNB dat in de gemeenteraad laten vaststellen. Dus zodat het niet meer vrijblijvend is, maar dat het dus altijd een verplichting wordt bij nieuwbouw, dat je moet houden aan die natuurinclusieve
opgave. Dus in de gemeenteraad willen we dan ook het puntensysteem verplicht stellen. En wat eigenlijk nog veel slimmer lijkt, is dat we eigenlijk ook het natuurinclusief bouwen in de omgevingsvisie en omgevingsplannen opnemen. En dat heeft als voordeel dat je natuurlijk veel makkelijker kan zeggen dat zeg maar een nieuwbouwwijk, ik noem maar eventjes dat je 40% van de daken, dat die natuurinclusief moeten zijn. En dan hoef je dat dus niet meer via het puntensysteem allemaal te organiseren, maar dan doe je dat op een veel grotere schaal. Dus dat zijn de plannen. En ja, dan is eigenlijk dit mijn laatste plaatje om te laten zien van wat het beeld dan van zo'n stad zou kunnen zijn. Dit is natuurlijk een Photoshop plaatje en het zal zeker niet allemaal kloppen. Er zullen geen schapen op het dak gaan lopen, maar het geeft wel even aan wat er allemaal aan mogelijkheden zijn. En dat ja, die stad dus langzaam van rood steeds meer naar groen gaat. En vooral bij de nieuwe bouwopgaves, dat altijd natuurinclusief gaat worden. Dit was mijn laatste plaatje. Ik vraag ze even aan Misha. Zijn er vragen die ik eventueel kan beantwoorden? Geert, dankjewel voor de presentatie. Mooi handboek overigens, daar hebben wij als Tilburg ook echt wel wat aan. We hebben hem al meerdere malen gepakt en ingekeken. Dus ik wou bijna zeggen namens Tilburg ook dankjewel voor jullie handboek. Er zijn een aantal vragen gesteld. Ik heb sowieso 5 vragen genoteerd. De eerste die ik heb, is er ook aandacht voor het beheer? Voor alle maatregelen die jullie treffen? Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel enthousiaste ontwikkelingen op het gebied van het natuurinclusieve. En wij hebben natuurlijk wel al een soort ja, eis gesteld dat het beheerplan, en dat hebben we ook door middel van dat je daar extra punten mee kan krijgen, dat we dat heel belangrijk vinden. Maar er is nog niet zo heel veel ervaring van, ja, iedereen weet hoe moeilijk dat is, hè, als je een balkonnetje hebt van, om je planten daar ja, niet te laten verdrogen of dat ze niet door de wind beschadigd raken. Ja, hoe is dat een boom die boven op de 30 of 40 meter op de Zuidas staat? En we zijn er ook wel met allerlei opleidingen bezig en met hoveniers van goh, die ervaring, zouden we dat niet veel centraler ook kunnen stellen? Is dat ook niet misschien een taak van de overheid om dat te stimuleren en te faciliteren? Dat we dus allerlei mensen opleiden die dat natuurinclusieve kunnen beheren en dat we ook kennis gaan vergaren en dat dat er niet allemaal extreem duur wordt. En bijvoorbeeld dat gebouw wat in Milaan staat, hè, dat helemaal dat natuurgroen, natuurinclusief is. Ja, daar betalen de inwoners, ik geloof, €400 per maand extra voor. Maar ja, er wonen allemaal miljonairs. En als je de hele stad natuurlijk wil vergroenen, en dan kan je dat niet als eis stellen. Hè, dan moet dat ook op een goede manier kunnen groeien en moet het ook beheerd worden door deskundige mensen. Dankjewel. Een andere vraag die gesteld is. Als je nestkasten inmetselt, dan kun je er vaak niet meer bij om ze schoon te maken. Is dat een probleem? Ja, die vraag wordt vaak gesteld. Als je, ik liet net een paar voorbeeldjes zien van dat je een nestkast inmetselt, waarbij je nog een, zeg maar, de opening wel zeg maar kan openen en eventueel kan schoonmaken. Over het algemeen, de gierzwaluw die daarvan gebruik maakt, of vleermuizen, dat hoeft niet een probleem te zijn. Als je de spouw zodanig inricht dat zeg maar, geïsoleerd staat van de rest van de spouw, dan is dat geen probleem. Een volgende vraag. Je hebt er wel iets over verteld hoor, maar wordt het natuurinclusief bouwen verplicht of gestimuleerd? Wordt het privaatrechtelijk of publiekrechtelijk geregeld? Want je vertelde al iets dat je dat bij alle nieuwbouw wil doen, maar dan vul ik de vraag nog aan. Hoe zit het dan met verbouw? Ja, in eerste instantie hebben we natuurlijk gezegd nieuwbouw.
En grootschalige renovaties. En bij grootschalige renovaties moet je denken aan het bezit van woningcoöperaties die dan vanuit duurzaamheidsgedachten of kwaliteitsverbetering van gebouwen. En dat gaat dan niet over 1 of 2 woningen, maar dat zijn vaak hele bouwblokken. En daar geldt het voor. Dat is dat puntensysteem. Maar het, wat ons betreft is het veel slimmer als we ook via omgevingsplannen, dat je dus eigenlijk dan gaat stellen van nou ja, een aantal eisen voor een bepaalde wijk of een bepaald gebied. Dat je zegt, nou ja, ik noem maar wat, 40% moet een groene gevel hebben of 20% moet een groen dak hebben. En dan geldt het dus voor, eigenlijk voor alle gebouwen. Dus ook voor de mensen die daar als particulier een gebouw gaan verbouwen. Dus dan wordt het wat ruimer. Ja. Oké. Dankjewel. Nou, een hele technische gedetailleerde vraag. Hoe belangrijk zijn open stootvoegen ten opzichte van nestkasten? Nou, die open stootvoegen, misschien even voor de mensen die dat niet weten. Als je stenen aan elkaar metselt, dan doe je met cement en dan heb je dus voegen. En als je naar die stenen kijkt, dan heb je de lange voeg en de kopvoeg. En de stootvoeg noem je dan dat deel wat dan open is. Dus dat is eigenlijk een dunne spleet waar nou ja, de gierzwaluw of vooral vleermuizen heel makkelijk in kunnen. Wat ik al zeg, van nature had je van die spleet voor ventilatie of ventilatie van de spouwmuur. Nou, die worden over het algemeen natuurlijk door dat we aan het isoleren zijn, worden al die spouwmuren volgespoten. Dus het is wel belangrijk dat je zo'n open stoot... of zo'n stootvoeg, als je die open houdt, dat er ook nog ruimte achter is waar dan die vleermuis zich kan bevinden. Dus in de nieuwbouw kan je dat natuurlijk heel mooi combineren met een kast die daarachter hangt. En dan kan je de rest van de spouw helemaal isoleren. Dus die open stootvoegen die zijn wel heel belangrijk. Maar wel met wat erachter zit. Het is niet alleen de voeg. Er moet wel ruimte zijn voor het beest, voor de vleermuis om erachter te kunnen. Oké, dankjewel. Dan een vraag. Hoe verlopen de gesprekken met de andere kant van duurzaamheid? Dus denk aan de energiekant, isolatiebedrijven, dus in het kader van na-isoleren, grote schade bij verduurzamen van bestaande woningen. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Nou, dat is natuurlijk wel voor een groot probleem. Vanuit de duurzaamheidsgedachte worden heel veel gebouwen geïsoleerd. Nou, waar wij zelf eigenaar van zijn of waar we de vergunning voor af moeten geven. En dan wordt er altijd gevraagd of daar ook een flora- en fauna-check is gedaan. Dus leven daar vleermuizen, maken vleermuizen gebruik van het gebouw of andere dieren die beschermd zijn. En dan kan je daar eis aan stellen. Maar er gebeuren natuurlijk heel veel dingen waar we als gemeente geen vergunning voor hoeven af te geven. Waar dan de initiatiefnemer zelf verplicht is om natuurlijk zich aan de wet te houden. Nou, komen we erachter als gemeente, dan grijpen we in. Maar heel veel dingen gebeuren natuurlijk buiten ons zicht. Nog even, want je had nog een andere vraag. Ik dacht, daar moet ik ook nog even op antwoorden. Je had de vraag bestond uit 2 delen. Het ging over duurzaamheid. Duurzaamheid. Wat we vinden, dat natuurinclusief moet eigenlijk altijd gecombineerd worden met andere klimaatadaptieve maatregelen. Dus ik noemde net even het voorbeeld van zo'n blauw dak. Daarmee isoleer je natuurlijk eigenlijk ook je dak en je houdt het water beschikbaar voor andere doeleinden. Dus dat grijze water kan je eventueel gebruiken voor dingen die je in het gebouw wil, de toilet of de wasmachine. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die heel handig daar zijn. Hittestress vinden we eigenlijk ook een hele belangrijke. Dus eigenlijk is het nooit meteen, is het niet alleen natuurinclusief, maar is het ook meteen voor andere zaken van belang. En als je dat integraler aanpakt, dan hebben meerdere partijen en doelstellingen hebben daar profijt van. Even kijken, heb ik nog een paar vragen voor je. Aandacht voor overlast en veiligheidsaspecten. Denk aan brandgevaar.
Ja, overlast, die vraag wordt vaak gesteld. Goh, geeft natuur in principe nou niet bijvoorbeeld veel muggen? Of krijgen we niet ratten in? Dat wordt natuurlijk ook in die pilots meegenomen. Bijvoorbeeld bij die blauw-groene daken. Over het algemeen is dat water, dat valt op het dak, zakt door dat groene en komt dan in een soort reservaatje terecht. En in principe kunnen daar geen muggen bij. Maar dat gaan we wel bekijken of dat niet een extra vraag stelt. En overlast wordt vaak natuurlijk niet veroorzaakt omdat je groen op het dak doet, of groen aan de gevel, of groen in je geveltuin, maar is vaak de oorzaak dat er voedsel wordt gemorst. Voedsel, 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 zeg ik altijd, dat is de oorzaak dat de bruine rat er is. Dus wij voeren onze vogels, nou, 80% wordt dan door de vogels opgegeten, maar die andere 20%. Die wordt door de bruine ratten, of rioolislek, of andere zaken. Dus dat is eigenlijk veel belangrijker, en dat promoten we ook. En er zijn allerlei campagnes voor van, let op, als u eendjes voert, dan voert u ook vaak de ratten. Dus het ligt niet aan het groen, het is veel meer aan het gedrag van de mensen eromheen die er zorgt voor dat er overlast is. Oké, dankjewel. Even kijken, volgende vraag. Als natuurinclusief bouwen wordt opgenomen in de omgevingsplannen, gaat dat dan alleen gelden voor de ontwikkelaars of ook voor particulieren die gaan bouwen? Nou, dat geldt dan eigenlijk voor dat hele gebied. Het is net zoals een bestemmingsplan waarin je aangeeft wat wel en niet in een bepaald deel van de stad kan of mag of moet. Dus dat geldt zowel voor de gemeente als voor particulieren. Oké, dankjewel. Lijkt me heel goed. Volgende vraag. Iemand die vraagt: is het in de binnenstad van Amsterdam ook van belang om op ecologie te letten? Of is het minder van belang aangezien de kleine oppervlaktes bij de woningen? En daar heb ik zelf meteen aanvullend, want die had ik ook al opgeschreven, voor welk gebied geldt het natuurinclusief bouwen? Dat hangt ermee samen. Nou, de natuurinclusieve geldt eigenlijk voor de hele gemeente Amsterdam. Dus het maakt niet uit of het de binnenstad is of een buitenwijk. Dus dat geldt voor de hele stad. In het centrum heb je natuurlijk andere dieren en andere maten. Maar bijvoorbeeld het centrum is heel belangrijk voor de gierzwaluw. Dat is echt een urbane soort, hè? Dus echt een stadsvogel. Dus daar kan je zeg maar, op dat gebied nog heel veel doen. Nou, de binnenstad kent veel tuinen, die zien we er niet, maar die zitten achter de gevels. Maar je kan er ook nog heel veel met groen doen. Dus dat geldt voor de hele stad en we maken daar eigenlijk niet een onderscheid in. Alleen bij nieuwbouw heb je natuurlijk wel meer kansen, omdat je daar helemaal vanaf het begin het natuurinclusief, en dat willen we natuurlijk ook, dat het een onderdeel wordt van de architectuur, van de ruimtelijke opgave. En in de binnenstad heb je natuurlijk eigenlijk veel meer bestaande gebouwen die je dan natuurinclusiever moet maken. Dus dat ietsje anders dan als je helemaal met nieuwbouw begint. We zitten nu op, het is bijna 2:30, dus het lijkt me handig om misschien nog even twee vragen te beantwoorden en dan. Ja, lijkt me helemaal goed. Er wordt hier gevraagd: zijn daar veel andere gemeenten die interesse hebben in natuurinclusief bouwen? Interesse, dat vroeg jij. Andere gemeenten interesse hebben. Nou, wij zijn met een aantal gemeenten, dus Tilburg onder andere, Misha, en Den Haag, Rotterdam en Utrecht, hebben regelmatig ook zeg maar ecologisch overleg. Dat daar ook wel de vragen een beetje identiek zijn. Maar ik weet ook van andere steden dat ze daar druk mee bezig zijn en dat het handboek wat we hebben, dat kan je dus ook gratis en zonder meer downloaden en gebruiken. Er zitten geen auteursrechten op. Ik weet dat andere gemeenten, Groningen, Arnhem, dat in ieder geval ook al hebben gedownload en daar gebruik van maken. Dus alle kennis die wij hier nu opdoen, die stellen we ook gratis en graag beschikbaar aan anderen. En we laten ons natuurlijk ook graag inspireren door andere gemeenten die misschien ook dingen uitvinden of bedenken die misschien voor ons weer heel interessant kunnen zijn.
Even laatste kijken. Vraag. Zullen we die laatste vraag. Ja, dat moet ik kiezen. Dat vind ik weer lastig. Even kijken. Ik maak er een combi-vraag van. Want ik kan niet kiezen. De eerste vraag, maar dat is een hele korte. Gaan jullie het ook de biodiversiteit monitoren? Ja. En de andere vraag is, wanneer zijn de pilots afgerond? En wanneer denken jullie dus naar BMW in de raad te gaan? Oké, nou, ik krijg nu even, we hebben nog wel iets meer tijd, zie ik even via de chat. Ja, we gaan de biodiversiteit ook monitoren. Dus dat project wat ik net noemde, Resilio, dus wat we doen met coöperaties en Europese partners. Daar hebben we nu net een opdracht toe gegeven om van de 9 daken die worden aangelegd, om daar 5 daken ook te gaan volgen. En dat doen we dan niet 1 jaar, maar met Eva Drukker, die gaat promoveren op groene daken. Die gaat daar ook een onderzoek van 4 jaar aan vastkoppelen. Om te kijken wat zo'n groen dak bijvoorbeeld aan biodiversiteit oplevert. In hoeverre die insecten en andere dingen die erop afkomen weer een onderdeel worden van de hele voedselketen. Dus dat weer de vleermuis en de gierzwaluwpopulaties veel duurzamer en robuuster kunnen worden. Dus dat was de vraag over de biodiversiteit. En die andere vraag, Misha? Wanneer de pilots afgerond zijn? De pilots. Nou, wat ik net al zei, we hebben de pilots zijn we gestart in 2020. Ja, dus dat is dan aan de hand van kenbaar maken dat je dan ergens in de gemeente een plek hebt waar een initiatief tot een gebouw kan komen. Daar stellen we dus die eisen aan van onder andere die 30 punten. Dus de inschrijvers die zijn daar nu ook druk mee bezig om te kijken van hoe gaan ze dat invullen. En dat gaan we ook evalueren van hoe die aanvraag verlopen is. Om te zien van hoe zijn de architecten, de ontwikkelaars ermee omgegaan. Wat zijn de eindresultaten. Dat gaan we dan de komende weken, maanden evalueren. Of dat niet te simpel is of te ingewikkeld. Of dat het misschien nog veel ambitieuzer kan. Nou, dan gaan we dat ambtelijk in een voorstel doen. En dan gaat het richting de politiek, richting het bestuur. Om met de intentie om het te laten vaststellen. Dus dat het ook een verplichting wordt. Dus dat het niet meer vrijblijvend is. Maar dat dus elke nieuwbouw moet voldoen aan dat natuurinclusieve idee van de stad. Even kijken, dan heb ik nog een vraag als we toch nog even tijd hebben. Hè? Ja, we hebben nog 1 minuut. We gaan. Okay. Ja. Hebben jullie al ideeën over natuurinclusief voor de openbare ruimte? Ja, die hebben we zeker. Ik liet net een aantal voorbeelden zien van heel praktisch hoe we dat doen. Hè. Bijvoorbeeld op het Orlieplein bij station Sloterdijk of in buurten. We hebben net een groenvisie afgerond die ook door de raad is aangenomen waar die ambities ook in staan. Om dat veel robuuster en natuurinclusiever te maken. Ook gekoppeld aan die opgaves die in de stad zijn van een autoluwe stad. Die kadervernieuwingen. Er komt dus veel meer openbare ruimte ook beschikbaar. En hoe gaan we dat nou invullen? Hoe we dat precies gaan doen, of we dat nou met zo'n puntensysteem doen. Of dat we gewoon allerlei eisen stellen. Dat is nog in ontwikkeling, maar dat het zeker een opgave gaat worden. Want ook in de openbare ruimte liggen andere opgaves. Hè. Bij ons heet dan dat rainproof. Hè. We hebben vaak overlast van regenbuien. Er zijn allemaal kaarten voor gemaakt. Dat kan je heel mooi combineren met natuurinclusief. De wadi's die we gaan aanleggen of andere systemen. Daar hoeft niet alleen gras in, maar je kan er ook, als je dan met inheemse beplanting aan de slag gaat, is dat meteen veel aantrekkelijker voor allerlei soorten die daar weer op afkomen. Dus ja, alleen of dat een puntensysteem wordt, dat weet ik niet. Uitgaande dat iedereen terug is. Even kijken, ik ga iets vertellen over het soort managementplan en gebiedsontheffing van de gemeente Tilburg. Wij zijn al een hele tijd bezig daarmee. Even korte inhoud. Dus waarom hebben wij een soort managementplan gemaakt? Wanneer zijn wij er al mee begonnen? Hoe hebben we gedaan? Iets over gereedschappen, monitoring en hoe wij de rest van Tilburg nog willen borgen met een gebiedsontheffing.
Nou, allereerst iets over het bestuursakkoord van Tilburg. En zoals je in het geel kan zien. Daar staat in deze stad gaan we natuurinclusief bouwen. Onze unieke gebiedsontheffingsregeling biedt hiervoor mooie kansen. Dit is winst voor de natuur en de bouwers. Nou, hier ben ik heel blij mee dat de politiek aan heeft gegeven dat ze echt door willen hiermee. Maar dus ook met natuurinclusief bouwen, eigenlijk wat Geert net al allemaal heeft verteld. En de gebiedsontheffing, daar zijn we al een tijd mee bezig. Maar de politiek wil ook echt dat we daarmee doorgaan. Dus ik vind dat wel een grote opsteker. Waarom een soorten managementplan? Dit is eigenlijk de persoon die je daar ziet zitten. Zo voelde ik mezelf eigenlijk. Ik kreeg een brei aan informatie, werd allemaal aangeleverd. En het rechtse plaatje, die positieve lijn, is eigenlijk hoe de gemeenteraad heel graag de informatie wil krijgen. Dat het allemaal goed gaat wat wij deden. Nou, en door die brei aan informatie was het wel heel erg moeilijk om dat allemaal te sturen en daar iets zinnigs over te zeggen. Dus wij dachten, dat moeten we op een hele andere manier gaan doen. Dus wij... sorry, ik werd even afgeleid hier. Dus we moeten het op een andere manier gaan doen om te zorgen dat we de informatie kunnen kanaliseren en dat we meer sturing hebben ten opzichte van wat we al die jaren daarvoor hebben gedaan. Dus dat was erg lastig in het begin. Dus wij zijn begonnen met een gebiedsontheffing te maken voor gebouwbewonende soorten. En dan gaat het over de huismus, gierzwaluw en dan vier vleermuizen. Gewoon de dwergvleermuis, laadvlieger. De ruige dwergvleermuis is wel meegenomen. Maar die komt heel erg weinig voor hier in Tilburg. En de gewone groothoofdvleermuis, die zit meer aan de randen van de stad. En waarom deze soorten? We hebben deze soorten vooral gekozen omdat het een groep van soorten is die vaak dezelfde behoeften hebben. Omdat ze dus allemaal in gebouwen wonen en eigenlijk in de hele stad voorkomen. Nou, waar hebben we dat gedaan in Tilburg? U ziet hier met een rode lijn. We noemen het vaak oude stad, maar het is meer dan de oude stad. Het gaat ook een stukje verder westelijk. Maar dit is het gebied waar wij begonnen zijn. En als het gaat over waarom dit gebied, is het eigenlijk heel eenvoudig. Hier zijn de meeste aanvragen van nieuwbouw en herbouw vindt plaats. En we hadden niet meer geld om onderzoek te doen voor een groter gebied. Dus dat is ook een hele eenvoudige reden eigenlijk om het voor elkaar te krijgen. Nou, in 2013 hebben wij al onderzoek uitgevoerd. Dus hier zie je een aantal resultaten. Het gaat me niet om de exacte locatie, maar alleen wat je vindt in de onderzoeken vond ik wel interessant. Linksboven zie je de huismussen in Tilburg, dat die best wel aanwezig zijn. Rechtsboven zie je de gierzwaluw en onder zijn de gewone dwergvleermuizen. Die je kan vinden. Maar je ziet ook wel bij een aantal soorten een aantal lege plekken. Dus dat vind ik wel echt aandachtsgebieden om te kijken van, moeten we daar iets mee? Of is de plek gewoon niet geschikt voor die soorten? Nou, hier nog de aantal belangrijke verblijven die we hebben. Dit is voor vleermuizen, voor gewoon de dwergvleermuis. En je ziet met de rode sterretjes de kraamverblijven. Die vind ik vooral van belang, waar we echt op moeten letten en streng moeten beschermen. En de massa winterverblijven, die staan hier in de blauwe sterretjes. Er is veel meer data uitgekomen uiteraard, dus ook een aantal zomerverblijven en nog een aantal mogelijke verblijven. Dat is natuurlijk lastig, dat we niet exact het verblijf hebben kunnen achterhalen, maar we weten wel in welk gebied het voorkomt. Nou, en een ander voor de laadvlieger, een grotere vleermuissoort, die veel minder voorkomt in de stad. En je ziet ook eigenlijk dat het hele centrum, het middengebied, dat die daar eigenlijk nagenoeg niet voorkomt. Weliswaar af en toe fourageren of overvliegend, maar niet als verblijf zijnde. Dus je ziet vooral aan de randen van de stad, dichter bij het groene gebied, daar komen een aantal verblijven van de laadvlieger voor. Maar lang niet zoveel uiteraard als de gewone dwergvleermuis. Nou, om die soorten beter te kunnen managen, het klinkt het al natuurlijk, hè, hebben we een soorten managementplan gemaakt. En dat is vooral om het leefgebied van de soorten te optimaliseren. Dus dat is eigenlijk primair de reden geweest om te zorgen dat die het goed krijgen.
En dus een goede instandhouding van die soorten. Voor de rest hebben vooral de initiatiefnemers er ook heel groot voordeel bij. Dus wij faciliteren de initiatiefnemers doordat ze veel minder onderzoek nodig hebben. Dus dat uitgebreide jaar rond onderzoek, zoals het vaak genoemd wordt, dat heeft de gemeente Tilburg al gedaan. Daardoor kun je sneller uitvoeren en veel lagere kosten. En je hebt een zekerheid, vanwege dat wij dan die gebiedsontheffing hebben, een zekerheid dat je ook kan uit kan voeren als je gebruik maakt van onze gebiedsontheffing. Nou, de medewerking, die is wel van belang. Ik zei al, we zijn in 2013 begonnen met de ontheffing. Of met het onderzoek, sorry. En in 2016 hebben wij de ontheffing gekregen. Of moet ik eerlijk zeggen, het is ontheffing verleend. Want we hebben hem niet echt gekregen, we hebben er veel voor gedaan. Maar daarvoor zijn we al 3 jaar bezig om iedereen een beetje dezelfde koers op te krijgen. Dus ik heb een hele lijst staan, ik ga ze echt niet opnoemen. Met intern heb je met ontzettend veel mensen te maken, wil je dit voor elkaar krijgen. Maar vooral ook extern moet je allerlei mensen meekrijgen. Dus denk aan architecten, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, particulieren, die zijn nog lastig. En ik had globaal opgeschreven na-isolatiebedrijven. Daar was ook al eerder een vraag over gesteld. Die zijn nog lastig en daar moeten we nog meer werk van maken, maar dat is iets voor de toekomst. Omdat dat vaak vergunningvrij is. En ja, daar kunnen we dan heel weinig mee regelen. Maar we willen wel gaan kijken of we iets meer kunnen doen daaraan. Nou, om die externe mensen mee te krijgen, hebben we al eerder geprobeerd om bijeenkomsten te houden. We hebben 1 keer met de wethouder en met alle directeuren van ontwikkelaarsbedrijven, architectenbureaus uitgenodigd. Dat was een hele goede bijeenkomst met iedereen die wil. En we hebben uitgenodigd dat iedereen met hun aanvragen kon komen. Daar hebben we een schetssessie gehouden om te kijken van wat zou je allemaal willen? Hoe kun je dingen inbouwen om het allemaal te faciliteren als gemeente zijn? En daar is erg goed gebruik van gemaakt, waardoor het in mijn ogen ook best goed werkt. Nou, uit het onderzoek zijn ook een aantal belangrijke vliegroutes opgenomen. In het plaatje rechts zie je al die lijnen staan. En dat hebben wij al vertaald in onze stadsnatuurkaart. Dat is onze nieuwe kaart hoe we de ecologische structuur in de stad willen hebben lopen. En uiteraard hebben we gekeken om die vliegroutes allemaal op te nemen in onze ecologische structuur. Zodat die op die manier ook geborgd is. Dus waar wij met de openbare ruimte met het groen bezig zijn, krijgt bij die ecologische structuur de ecologie de voorrang ten opzichte van de overige groen. Nou, allerlei beschikbare informatie. We hebben gekeken naar per wijk wat er allemaal nodig zou zijn. En we hebben een factsheet per wijk allemaal gemaakt. Dus als een initiatiefnemer bij ons komt, dan krijgt hij altijd een factsheet van die wijk waar die zijn initiatief heeft. Kunnen we meesturen. We hebben ook een ecologisch werkprotocol gemaakt. Dus een algemeen werkprotocol hoe je zou moeten werken met onze gebiedsontheffing. En we hebben een factsheet zorgplicht. Of dat heel nodig is, weet ik niet. Maar in het kader van de wet moeten we al rekening houden met de zorgplicht. Maar we willen dat wel extra meegeven. Dat we niet alleen op de beschermde soorten moeten letten, maar ook op de andere soorten. Dus die 3 documenten worden eigenlijk altijd meegestuurd bij iedereen die een aanvraag heeft om gebruik te maken van de gebiedsontheffing bij ons. En verder wijzen we iedereen op de website Bouw Natuur Inclusief. Daar staan ontzettend veel handige en praktische voorbeelden hoe je daarmee om zou moeten gaan. En verder als gemeente zijn wij een logboek aan het bijhouden met de hoeveelheid verblijfplaatsen. Dus dat doen we in een GIS-systeem. En in het GIS-systeem zijn we aan het bijhouden van hoeveel kassen van welke type. We houden de hoogte bij, de windrichting. Dus we proberen zoveel mogelijk data te verzamelen die we straks ook met allerlei andere experts weer kunnen delen. Om daar weer ons voordeel mee te doen. Want er is nog veel onbekend, zeker voor de vleermuizen. En ik denk hoe meer data je allemaal kan opschrijven en doen en kijken wat werkt en wat werkt niet, des te meer informatie hebben we en kunnen we gerichter maatregelen uitvoeren. Dit is zo'n factsheet waar het over gaat. Dus er staat een stukje van de wijk staat erin voor welke dieren het vooral geschikt is. Want voor een deel laten we het ook bij de initiatief nemen over welke maatregelen het beste zijn. Want dat is ook afhankelijk van het gebouw en van de ligging waar het zit. Dus we zijn wat flexibel in hoe wij daarmee omgaan. Dit is een belangrijk
plaatje, en dat gaat over, het gaat weer niet om het te lezen, maar wel om hoe het systeem werkt. We hebben in iedere wijk, en daarvoor staan allerlei getallen, in iedere wijk hebben we gekeken wat is de maximale draagkracht voor al die soorten. Dus hoeveel verblijfplaatsen van gierzwaluwen zou je kunnen hebben in de wijk? Hoeveel voor de huismus? Hoeveel voor de dwergvleermuis? Hoeveel voor de laadvlieger? Dus die hebben we allemaal bekeken. Die hebben we allemaal in ons gistsysteem gestopt. En daar zijn we aan bijhouden dat al die verblijven ook daadwerkelijk gaan komen. En we hebben wel gezegd dat wij in de hele periode waar de gebiedsontheffing geldt. En wij zijn toen van 10 jaar uitgegaan, maar de ontheffing is maar voor 5 jaar verleend. Maar we gaan nog steeds uit van een verlenging, zodat we in die 10 jaar al die getallen die gesteld zijn, dus die maximale draagkracht, dat we die kunnen realiseren. En hier staat een voorbeeldje bij. De Zorgvliet is een hele groene wijk in Tilburg. Er zitten nagenoeg geen gierzwaluwen. Dus we moeten minimaal 3 locaties hebben met meerdere nesten. Gierzwaluwen is een koloniebroeder, dus we willen meerdere nesten bij elkaar hebben. Huismus hetzelfde, die zit er wel wat meer. Valt nog tegen eigenlijk wat er zit in die wijk. Maar er moeten 7 locaties komen in die wijk voor de huismussen. En de vleermuizen die doen het daar best aardig. En daar is gesteld dat er 15 locaties moeten komen. En vooral dus kraamgroepen die daar moeten komen op die plek. En waar die exact in die wijk moeten komen, dat is afhankelijk van de initiatieven die gaan spelen. Dus wij gaan niet op voorhand ieder gebouw vastleggen van hier moet iets komen en daar moet iets komen. Maar wij kijken welke activiteiten er plaats gaan vinden. Wie gaat nieuwbouw, wie gaat verbouw, of wat dan ook. En die kunnen gebruik maken van de gebiedsontheffing, waardoor ze sneller zijn. En daardoor, op die manier gaan wij sturen welke voorzieningen nodig zijn. En als gemeente proberen wij wel een beetje te sturen, als er nou de eerste 3 aanvragen allemaal voor gierzwaluwen zijn, dan proberen we echt wel te sturen dat er nou ook eens gekeken wordt naar die huismus of naar de vleermuis. Vleermuis is over het algemeen niet de eerste groep die men allemaal aanvinkt. Dat kun je heel goed merken. De meeste aanvragen die beginnen met huismus. En daarna gierzwaluw en dan eventueel ook wat voor een vleermuis. Maar die vragen wij veel vaker, dat ze die ook meenemen als belangrijke soort. Ja, de totale in het plangebied, het is altijd leuk om die toch te noemen, dan zie je iets aan de opgave die we hebben. We hebben ongeveer in het onderzoeksgebied 1100 zomerverblijven, dan wel paarverblijven nodig voor vleermuizen. We hebben ongeveer 350 kraamverblijven. En die vleermuizen, ik zeg altijd maar gekscherend, dat is een soort luxe dier. Hè? Want die heeft een zomerverblijf, een winterverblijf, een paarverblijf, een kraamverblijf. Dus die heeft al veel huizen nodig. Terwijl wij vaak maar 1 huis hebben, maar goed. En ze verhuizen nogal eens in de periode. Dus vandaar dat daar echt een overmaat aan verblijven moeten komen. Nou, voor de gierzwaluw is in het onderzoeksgebied zijn er 750 locaties nodig. En voor de dat zijn nesten die gemaakt moeten worden. En voor de huismus 550 die nodig zijn in het onderzoeksgebied. Nou, we zijn nu sinds 2016 daar al mee bezig. En voor de vleermuizen hebben we al ongeveer 300 verblijven kunnen realiseren. Dus als je dan kijkt naar wat we in 5 jaar hebben gedaan, dan moeten we echt nog een inhaalslag maken daarin. Voor de gierzwaluwen, daar hebben we 450 nesten al kunnen realiseren in die dingen. Dus daar liggen we eigenlijk prima voor op schema. En voor de huismus zitten we aan de 300. Dus dan zeg ik, daar liggen we ook redelijk goed op schema. Dus je ziet, een beetje met het verhaal wat ik net al vertelde, voor die vleermuizen moeten we eigenlijk nog wat extra aandacht besteden om dat voor elkaar te krijgen. Maar is de gierzwaluw en huismus, zijn we ook een tikje soepeler dat we af en toe ook kasten goedkeuren die aan de buitenkant komen te hangen. Terwijl we eigenlijk primair vinden dat alles ingebouwd moet worden. Dus bij alle nieuwbouw stellen wij voor dat als ze gebruik maken van de gebiedsontheffing, dat ze kasten inmetselen in het gebouw en niet een kast aan de buitenkant hangen. En vooral voor de langdurigheid willen we dat. Want zo'n kast aan de buitenkant is van invloed van weersinvloeden. Dus die heeft veel meer te lijden dan een kast die ingebouwd wordt. Dus vandaar onze grote voorkeur voor inbouwen. Nou, hier een voorbeeldje van maatregelen. Als iemand gebruik wil maken van de gebiedsontheffing, we vragen van kom met een kaartje. Nou, hier staan toevallig 2 bouwblokken. Hij geeft aan waar je de maatregelen gaat uitvoeren, voor welke soorten je gaat uitvoeren.
En dan pas op basis van zo'n kaartje en op tekeningen gaan wij een akkoord geven dat zij gebruik kunnen maken van onze gebiedsontheffing. Eerder niet. Dus het is geen vrijbrief dat iedereen zegt, zoals af en toe bij de gedragscode gebeurt, wij maken gebruik van, of in de geest van. Nee, je hebt echt een akkoord nodig van de gemeente. De gemeente is de ontheffinghouder daarvan. En hier zie je een voorbeeld waar ze al ingebouwd zijn. Dit is dat plaatje van net. Er zijn twee bouwcomplexen. En het linker plaatje, daar zie je een aantal geschakelde vleermuiskasten. Je ziet er vier op een rij, die zijn aan de binnenkant open, zodat het eigenlijk één grote kast is. En op het rechter plaatje, daar zie je vier duo-kasten voor huismussen, die in die wijk zijn ingebouwd. Nou, en hier een ander voorbeeld. Aan de linkerkant zie je drie van die brievenbussen. Daar zijn drie kraamkasten boven elkaar ingehangen. Dat is een Tegela-kast, dat is een keramische grote vleermuiskast die ingebouwd is. En op het rechter plaatje, maar ik weet niet of het goed te zien is, maar boven in de top, in die punten bij allebei, daar zitten allebei twee gaatjes zie je zitten voor gierzwaluwen. Dus er zijn vier kasten ingebouwd in totaal. Als je het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik, als je toch al aan de gang gaat en je hebt zo'n mooie gevel en je hebt de ruimte, waarom bouw je niet op allebei die punten 10 kasten in? Meteen goed en groot. Maar goed, dat roep ik als ecoloog. Ik ben geen bouwer, dus ik kijk er vast weer heel anders naar. Voor de rest zijn we ook bezig met monitoringsplan. En wat we vooral met de monitoring willen is die staat van de standhouding. Want dat vind ik het allerbelangrijkste om daarop ons af te rekenen of het hele systeem werkt, ja of nee. En verder moeten we kijken naar het rendement van de toegepaste maatregelen. Maar voor veel van die dingen heb je gewoon tijd nodig. Dus als je ook kijkt dat de ontheffing die we hebben gekregen in 2016, dan pas begin je met werken. Dus dan worden er nog plannen gemaakt. Als je pech hebt, heb je eerst nog bestemmingsplannen, daarna worden de vergunningen aangevraagd, daarna gebouwd worden en dat de spullen, de kasten ingebouwd worden. Dus je hebt, eigenlijk zitten we nu pas volop in de beweging dat alles wordt ingebouwd, maar we zitten eigenlijk al in het vijfde jaar nu. Want de ontheffing die loopt tot en met maart dit jaar. Want dan is de 5 jaar op daarvoor. Terwijl we nu eigenlijk pas volop bezig zijn. Dus bij de aanvraag is er ook gevraagd voor, geef een ontheffing voor 10 jaar. Want die periode die heb je gewoon nodig om goed te kunnen inbouwen en dan te kunnen monitoren. Want de monitoring die is nog mondjesmaat, omdat de kasten pas redelijk recent zijn ingebouwd. Nou, verder moet die monitoring vooral gericht zijn op opvullen van de hiaten en kennis. Dus je wil meer weten over de soort. En vooral willen we meer weten over de werking van de maatregelen. En dan moet je dus vooral denken aan de vleermuizen. Want voor de huismus en de gierzwaluw is de ervaring dat het al vrij goed werkt. En dat dat niet de meest ingewikkelde soorten zijn. Nou, dit is een plaatje van hoe wij de monitoring hebben van de vleermuizen. We proberen dat op twee manieren te doen. Eentje is door met de fiets, met een bedlogger, dus een vleermuisdetector, die gaat in de rugzak, een grote antenne boven je hoofd. Ziet er denk ik altijd heel bijzonder uit voor iedereen die daar naar kijkt. Maar goed, en dan fietsen we vaste rondjes. Binnen een periode van 6 weken moeten we 3 avonden fietsen. En dat doen we al vanaf 2017. En daarmee kunnen we kijken van, zijn de aantal vleermuiswaarnemingen, blijven die constant? Of nemen ze toe of nemen ze af? Dat is iets wat je in beeld wilt krijgen. En we hebben heel recent de evaluatie naar bevoegd gezag gestuurd. Omdat we een verlenging willen van de gebiedsontheffing. En uit deze monitoringsmethode blijkt dat vleermuizen goed stabiel zijn. En er lijkt zelfs een kleine toename. Maar, wil ik er meteen bij zeggen, het is maar een meting van 3 jaar. Dus we hebben 3 jaar op rij gefietst en alles gemeten. Dus om nou hard te zeggen van het gaat hartstikke goed of het gaat hartstikke slecht, dat is wat lastig. Maar er zit, op soorten zit er een heel mooi constant niveau in. En de vleermuizen lijken ietsjes toe te nemen. En daar ben ik op zich wel heel blij mee. Want de één kanttekening die er is met de laadvliegen die we wat slecht zien, daar zien we dat we op de kraamverblijven, we hadden 6 kraamverblijven in het gebied, en we hebben er nog maar 4 teruggevonden. Dus vorig jaar hebben wij
allerlei bolwerken teruggekeken voor de huismus, gierzwaluw en voor de vleermuizen. Daarmee is naar voren gekomen dat de gierzwaluw, moet ik altijd even spieken, dat die met de aantallen met 40% is toegenomen in de afgelopen 7 jaar. Nou, dat vind ik ontzettend positief en goed. Of al een heel slecht onderzoek in 2013, maar het zijn dezelfde mensen die het onderzoek opnieuw hebben uitgevoerd. Ik moet erbij zeggen dat zij 12 bolwerken, dus niet weer de hele stad gebiedsdekkend gedaan, maar de belangrijkste plekken. En voor de huismus is die met 20% toegenomen, doordat we die plekken hebben teruggevonden. En de vleermuizen hebben we ook meer uitvliegers geteld afgelopen jaar dan dat we in 2013 hebben geteld bij de kraanverblijven. En wat ik vooral wilde zeggen, waardoor je beide methodes moet doen, dus je moet weten waar de kraanverblijven en de winterverblijven zitten, of die nog functioneren, en naar die gunstige staat. Want de laadvliegen is minder in de kraanverblijven waargenomen, maar met deze methode met fietsen is die een klein beetje toegenomen. Dus we moeten kijken waar het zit, zijn die dieren verplaatst, waar we niet weten waar ze op dit moment zitten. Ik ben in ieder geval blij dat met deze methode de aantallen in de stad gelijk zijn gebleven. Dus vandaar, focus je niet op één ding, want dan kun je echt wel eens gruwelijk de mist ingaan en hele verkeerde conclusies trekken. Uitvoering, hoe gaat het meestal in zijn werk? Als deelnemers gebruik willen maken, dan kunnen ze een vooroverleg met de gemeente hebben. Ik moet eerlijk zeggen, er staat eventueel, maar meestal is er altijd wel eerst een overleg met de gemeente. Ze moeten ten alle tijde voorafgaand aan werkzaamheden een omgevingscheck uitvoeren. Dus ze kunnen niet zomaar aan de gang. Dus dat onderzoek dat minder is, heeft te maken met dat uitgebreide onderzoek. Maar ze kunnen natuurlijk nooit een dier of een nest, als een dier erop zit, schade aanbrengen. Dus ze moeten die omgevingscheck doen. Als die dieren daar zitten, als ze aan de gang willen, mogen zij niet aan de gang. Daar zijn we vrij helder in, lijkt mij. Nou, wij moeten de maatregelen die ze voorstellen allemaal goedkeuren. Anders krijgen zij geen goedkeuring om met onze ontheffing samen te werken. Het logboek, dat vullen wij in, want wij houden dat via het GIS-systeem bij. De uitvoering is een opdracht van de gemeente. Zo staat het ook in de ontheffing die we gekregen hebben. Dus de gemeente heeft de ontheffing gekregen. En ja, we mogen hem doorverwijzen naar anderen die daar gebruik van kunnen maken. Maar wij zijn daarmee verantwoordelijk. Dus de toezicht en handhaving, die is in principe ook voor de gemeente. Natuurlijk blijft de provincie bevoegd gezag. Maar wij hebben een ontheffing, dus wij moeten de ontheffing naleven. Dus wij letten er ook heel strikt op dat alle maatregelen gebeuren, dat die ook gebeuren conform wat in de ontheffing en in het soortenmanagementplan staat. Ja, hoe gaan we naar de toekomst? Wij willen het meenemen in het omgevingsplan uiteraard. En je ziet, ik heb hier de jaartallen en de andere delen van het gebied. Dus in 2013 hadden we die van het onderzoek van de oude stad. We hebben inmiddels de Reeshof het onderzoek gedaan in Noord en in onze dorpen. Dus alle woningbouwgebieden in heel Tilburg zijn nu onderzocht. En daar gaan we dus naar kijken om die ontheffing. We vragen de verlenging aan voor de oude stad, maar we gaan alle andere gebieden meenemen door één grote gebiedsontheffing aan te vragen voor het hele bouwdeel binnen de gemeente Tilburg. Dus daar ben ik wel blij mee. En links zie je een plaatje staan over het puntensysteem. We hebben ook dankbaar gebruik gemaakt van wat Geert al eerder heeft gepresenteerd met het handboek wat Amsterdam had. En wij zijn ook met het puntensysteem bezig. Dat is op een haar na klaar. En dan gaat dat ook eigenlijk dezelfde weg. Dat gaat naar het college toe om het vast te laten stellen, zodat ook de nieuwbouw op die manier gebruik gaat maken met het puntensysteem. Maar wij zijn nog niet zover als waar Amsterdam staat. Dus wij hopen nog wel wat dingen te kunnen leren van Amsterdam, zodat wij dat in de besluitvorming allemaal mee kunnen nemen. Nou, het laatste, ik roep dit eigenlijk al een aantal jaren en ik blijf daar echt heel erg, ik blijf daar nog steeds bij dit. Een soortenmanagementplan in combinatie met een gebiedsontheffing is de enige manier om gebouwbewonende soorten voor de toekomst te behouden of te krijgen in een gunstige staat. En dat is bijna nogmaals terugkijkend op wat we jarenlang hebben gedaan. Zie je in een aantal wijken zie je het echt langzaam achteruit gaan. We hebben heel veel kleine onderzoekjes waarbij we toch niet het beeld hebben. Nu weten we waar zitten de populaties.
hoeveel groepen, dus hoeveel kraamgroepen zitten er in de stad, en hoe moet je daarmee omgaan? En ik denk echt dat we voor dit soort soorten in een groter geheel moeten kijken, in de plaats van wat we afgelopen jaren hebben gedaan. Dus ik las straks al bij de vragen dat er andere gemeenten die ook al bezig zijn hiermee, en volgens mij al best wel wat gemeenten, die hiermee aan de gang gaan. En ik kan het echt ten zeerste aanraden om dit te doen. Bovendien, het belangrijkste voor de soort wat we ook nog doen, was ik straks vergeten te vertellen, dus doe het nu even, is wij kijken naar wat het beste is voor die plek. Dus als er een plek midden in de stad, in het centrum, dat is een actueel iets waar we mee zitten, daar zitten er nog een paar huismussen, die verdwijnen. En in de nieuwbouw, met hoogbouw, wat er allemaal komt, is er eigenlijk geen goede plek meer voor die huismussen. En wij zeggen in dat geval dat we in het logboek markeren we hem als een min. Dus onze aantallen gaan daarmee naar beneden. Maar we gaan daar compenseren door gierzwaluwkasten en voor vleermuizen daar voorzieningen te maken. En elders in die wijk, waar wel ruimte is, waar grote tuinen zijn, daar gaan we straks vooral inzetten weer op de huismussen, zodat die daar weer een voorsprong kunnen krijgen. Om toch per wijk de aantallen te kunnen halen die we van tevoren afgesproken hebben in het soortenmanagementplan, waar de gebiedsontheffing aan vasthangt. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik zelf ook nog even een vraag stellen. Jullie hebben natuurlijk met de provincie Noord-Brabant, zeg maar, dat soortenmanagementplan en die vergunningen eromheen ook voor elkaar gekregen. Heb jij ook ervaring hoe andere provincies daarmee omgaan? Want ik krijg wel geluiden, bijvoorbeeld in Noord-Holland, dat ze daar heel anders tegen die plannen aankijken dan bijvoorbeeld in Groningen of in Brabant. Ja, ik hoor daar inderdaad hele wisselende geluiden in, dat sommige provincies dat echt promoten en andere provincies die ontzettend moeilijk doen en veel vragen stellen. Ik denk altijd, maar als het maar belangrijk is, die gunstige staat. Dus we willen met z'n allen volgens mij, zeker als ecologen, die diersoorten ook een plek geven in de stad. Daar moet je vooral op proberen te focussen. En we moeten ook af van het oude denken. Over al die onderzoeken. Want heel vaak zit het hem in, dat hoor ik van andere gemeenten wel eens terug, van de onderzoeksplicht is zo groot die de provincie oplegt, dat het daardoor veel te kostbaar wordt. Maar omdat je zo groot bezig bent, dat je voor een hele stad of een stadsdeel aan de gang gaat, denk ik dat je onderzoeksplicht ook anders kan zijn en misschien wat lager zijn. Je wil de belangrijke verblijven in beeld hebben, om daarmee verder te gaan. Dus je hoeft niet ieder dingetje te weten. Die kraanverblijven en die massawinterverblijven, daar draait het primair om. Dus die moet je echt weten. En verder moet je die gunstige staat proberen te volgen, om te kijken dat je allerlei maatregelen treft die verder gaan. Dus ik hoor verschillende geluiden. Ik hoor geluiden van de provincies verschillend, maar ook van gemeenten die daarmee om willen gaan. Maar volgens mij zijn er best al wat voorbeelden die daar heel goed mee omgaan en die ook al een soort managementplan en een gebiedsontheffing hebben. Ja, dus dat is zeg maar even de boodschap, shop ook bij elkaar. Dus ga ik bij andere gemeenten ook eens vragen hoe ze dat georganiseerd hebben. Maar misschien is het ook nog wel een taak van de Rijksoverheid om al die provincies een beetje op een soort gelijke spoor te krijgen. En dat je, als je toevallig in de verkeerde provincie woont, dat je dat dan niet voor elkaar krijgt als gemeente. Even kijken, ik ga nu eens even naar de chat kijken wat er aan vragen zijn gesteld. Nou, ik begin even met een hele mooie natuurlijk, een echte Hollandse vraag. Wat kost het ecologische onderzoek? En wat kostte het de monitoring nadien? Hè? Dus kan je daar iets over vertellen? Ja, lastige vragen. Ja, maar het is alweer heel oud. Het onderzoek, ik doe het even in mijn hoofd, want het was 2013. Hè, dus ik moet uit mijn geheugen graven. Ik dacht €35.000 voor het onderzoek wat er uitgevoerd is. En de monitoring doen we voor een behoorlijk deel ook met vrijwilligers. Dus die vleermusmethode, dat fietsen met die antenne op je rug, dat doen we allemaal met vrijwilligers. Dus vrijwilligers die fietsen alle avonden om zo de data te verzamelen. Zelf analyseren we de data en de laatste check die laten we nog door de zoogdiervereniging doen. Om een erkende instantie even die goedkeuring te geven over alles wat wij verzamelen. En de kasten nakijken doen we deels met vrijwilligers. Maar afgelopen jaar hebben wij ook door een ecologisch bureau het een en ander na laten kijken. Maar dat had met de evaluatie te maken. En dat is heel goed ook met vrijwilligers te doen. Want er zijn er genoeg die echt mee willen werken om te zorgen dat die dieren ook gebruik maken van al die voorzieningen. Ja, dus even samengevat, 35.000
euro noemde je voor het onderzoek, hè? Ja. En wat geld wat je dan in de monitoring stopt, omdat je ook heel veel met in samenwerking met vrijwilligers en andere volgenwerkgroepen en dat soort zaken regelt. Maar als die dat bijvoorbeeld niet zouden doen, hè, dan ben je wel als gemeente verplicht om toch dat te monitoren. Ik weet dat bijvoorbeeld in Amsterdam, dat is wat groter, dat best een behoorlijke financiële opgave is. Ja, dat is het ook. Als wij, het is ook de vraag hoe vaak je het wil doen. Ik denk niet dat het nodig is om ieder jaar alles te monitoren. Okay. Dus daar zou je nog in kunnen spelen. Maar ja, je zou gauw, ik doe het uit mijn hoofd hoor, 20.000 euro ben je zo kwijt om die oude stad wat wij hebben, om die goed te gaan monitoren als je alles professioneel wil uitzetten. Maar vooral is mijn vraag van waarom zou je dat doen als je best wel wat vrijwilligers hebt die graag mee willen werken daaraan. Dus daar zou ik vooral op aansturen. Ja, oké. Dus die organisatie rondom de vrijwilligers. En wat zou dan de tegenprestatie voor die vrijwilligers kunnen zijn? Is dat, want die doen dat omdat ze dat leuk vinden. Krijgen ze nog wat? Publicatie waar je als gemeente misschien aan mee kan werken voor onderzoeken, atlassen, dat soort. Ik weet dat sommige gemeenten dat doen, hè? Ja, de meeste die we nu hebben, die allemaal meewerken, doen het allemaal echt uit intrinsieke waarde van zichzelf. Die willen echt iets voor de natuur doen. Okay. Ja. En een aantal zijn erbij die willen heel graag fietsen. Dus ik heb ook mensen die hebben niets met vleermuizen, maar die vinden het heerlijk om 's avonds te fietsen. Dus je moet van allerlei verschillende kanten kun je proberen partijen te krijgen. Het hoeven niet alleen maar natuurmensen te zijn. Ja. Even kijken, ik heb hier een volgende vraag. Hè. En je hebt het ook al een beetje verteld. Maar wat is de tegenprestatie als iemand gebruik gaat maken van die ontheffing? Hè, dus de gemeente heeft dus het soort managementplan. En wat eis je dan als tegenprestatie? Ja, de tegenprestatie is vooral dat zij allerlei voorzieningen inbouwen, zodat de stad straks... Kijk, mijn streven is dat ieder gebouw waar mensen wonen of werken ook geschikt zijn voor de dieren die daar willen verblijven. En dat is de tegenprestatie. Als zij gebruik maken van ontheffing, moeten zij allerlei dingen inbouwen om te zorgen dat we de stad dekkend krijgen daarmee. En wie controleert dat, zeg maar? Is er iemand vanuit de gemeente die, hè, dus in de tegenprestatie heeft gezegd, nou ja, 10, ik noem maar even 10 vleermuiskasten. Komt er dan ook iemand die op die ladder gaat klimmen en zegt, ja, ik zie hier er 8 en we hadden 10 afgesproken. Wat gebeurt er dan? Hoe doen jullie dat? Ja, als het fout gaat, kan ik nog niet zeggen, want dat hebben we nog niet in de hand gehad. Maar we leggen de verantwoording ook bij de initiatiefnemer neer. Wij vragen dat de foto's opgestuurd worden tijdens de bouw, zodat we weten hoe ze ingebouwd worden. En we willen foto's hebben van als het gerealiseerd is van de plekken. Dus zo kunnen wij controleren of alles ook daadwerkelijk ingebouwd wordt zoals wij gevraagd hebben. Ja. Dank je. Die vraag hadden we net al een beetje van hoe ze samenwerken met de andere provincies. Heb je echt ook jouw know-how bij andere provincies neergelegd? Ik begrijp de vraag niet, sorry. Nou, je bent natuurlijk met een soort managementplan bezig geweest. De samenwerking met de provincie, die daar natuurlijk ook een rol in speelt in de ontheffingen. Zijn andere provincies ook wel eens bij jou te rade gegaan van hoe je dat gedaan hebt? Toen de ontheffing verleend is, en zeker in dit eerste jaar daarna... Ik wou bijna zeggen, bijna een roadshow gehouden. Ik ben in provincie Overijssel, heeft mij gevraagd. Een keer, die hebben een item gehad over natuurinclusief bouwen met gebiedsontheffingen. Dus daar heb ik een keer een presentatie gegeven. In Gelderland heb ik al presentaties gegeven. En er zijn redelijk wat gemeentes die mij, die Tilburg dan, 1-op-1 benaderen. Maar dan komen ze altijd bij mij uit. Die of lang zijn gekomen, of we hebben het een en ander opgestuurd. Dus... Er is best veel vraag geweest. Dus we hebben dit best veel uitgedragen. En tips meegegeven wat je wel moet doen en wat je misschien anders zou moeten doen. Oké, okay, want jullie waren natuurlijk, of zijn, de eerste gemeente waar dit, zeg maar, functioneerde, toch? In de stad zijn wij de eerste die hiermee aan de gang zijn gegaan. Ja. En om maar meteen nog een leerpunt mee te geven. Wij hebben het hele onderzoek zelf gefinancierd. In het vervolg zou ik dat niet meer doen, want als ik kijk naar de grootste aanvragen, zijn woningbouwverenigingen. Nou, ik weet in andere steden dat af en toe de woningbouwvereniging zelf al een aanvraag doet,
Maar ik zou zeker proberen een alliance te zoeken met andere partijen, dus met grootgrondbezitters of groot gebouwbezitters, zeg maar, om gezamenlijk op te trekken, wat ook enorme kosten kan schelen. En zij hebben daar ontzettend veel voordeel bij. Ja, even kijken. De volgende vraag. Oh ja, die is ook wel heel interessant. Worden er ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de grond? Ik denk van de bodem bij nieuwbouw. Hè? De bodem is natuurlijk een ongelooflijk leefgebied voor biodiversiteit. Hebben jullie daar ook, stellen jullie daar eisen aan in die gebiedsontheffing? Of is het echt gericht op het gebouw en de soorten die daarin leven? Het is primair op het gebouw en de soorten die daarin leven. Omdat het echt gaat over gebouwbewonende soorten. Maar huismussen, die hebben ook nog wel een zandbad nodig. En die hebben ook hagenbeschutting nodig. Dus dat zit ook in de ontheffing. Dus een aantal bij die voorbeelden die ik liet zien. Daar is ook opgelegd dat zij hagen rondom het gebouw hebben staan. Zodat die huismussen fijn een plek hebben om hun jongen groot te brengen. Maar dat die ook schuilplekken hebben om in te kunnen zitten. Dus dat hoort er voor een deel bij, maar niet de hele openbare ruimte. Nee, want dat is inderdaad, dat heb ik in Amsterdam ook wel, hè, dat mensen zeggen van, goh, we willen een kast plaatsen. Ik zeg, ja, maar dat is één. Maar er moet natuurlijk ook gewoon voedsel te vinden zijn voor de soorten die je wil. Dus als je dat niet hebt, ja, dan kan je wel zo'n kast neerhangen, maar dan wordt die niet gebruikt. Dus goed om te horen dat je ook die omgeving natuurlijk heel belangrijk vindt. Hè. Dus bij de mus noem je net al die hagen en gazonnetjes waar ze dan allerlei dingen kunnen vinden in de voet, in de vorm van insecten, luizen enzovoort. Een andere vraag. Hoe bepaal je eigenlijk hoeveel verblijfplaatsen die je wil hebben? Je gaf er wel iets bij de huismus noem je en de vleermuis, maar hoe bepaal je dat? Ja, we kijken naar wat er in het onderzoek aangetroffen is op de plek. Dus als we weten dat daar al een aantal verblijven zitten, dan pakken we bijna de oude soortenstandaarden aan met 3 keer zoveel als wat je hebt aangetast, wat terug moet komen. Maar heel vaak proberen we te kijken naar het gebouw, wat het gebouw aan kan. Die laatste voorbeelden met die 3 kraanverblijven en die 4 gierzwaluwkassen, dat was een stukje nieuwbouw, dus daar stond niks. Dus daar heb je wat minder te eisen. Maar op het moment dat er al iets zit en er gaat iets weg, dan wordt er zeker wel een behoorlijke overmaat en gekeken naar de plek die het aan kan. Dus minimaal doen wij wat de wet eigenlijk bij een reguliere procedure zou vragen. Maar we proberen er altijd die plus op te geven. En meestal met die plus werkt dat ook wel. Want je merkt nu we daar een aantal jaren mee werken, ook de woningbouwverenigingen die komen af en toe langs. Als zij gaan dan wel renoveren of nieuwbouw, dat ze zelf al vragen, kunnen wij in de nieuwbouw ook al iets doen voor die soorten? Dus het kwartje, noem ik maar even, is nog land heel erg goed, dat mensen ook proactief naar ons komen om te kijken wat te doen, wat past binnen het hele SNP. Zeker bij de mensen die meer gebouwen hebben, bij de vooral de woningbouwverenigingen, werkt dat echt ontzettend goed. Ja, ik zie ook nog een vraag van of andere gemeenten bij je langs kunnen komen. Nou, dat had je eigenlijk al positief beantwoord. Dus die slaan we over. Ze kunnen bij jou langs om informatie te krijgen van hoe jullie dat als Tilburg hebben gedaan. Kun je inbouwkasten voor verschillende soorten combineren in één gevel? Dus ik denk de vleermuiskast, de gierzwaluwkast en de huismuskast, kan het allemaal op één gevel? Of zeg je van nou, moet je niet doen? Het zou kunnen, alleen ieder heeft zijn eigen eisen. Dus de gierzwaluw moet niet te warm zitten en de vleermuis wil weer iets warmer zitten. Dus sommige gevels zou je beide kunnen doen, maar het gaat er bijna over het microklimaat wat je hebt. Dus als je een overstekende goot hebt, kun je daar wel wat kasten onder hangen, dat ze koeler blijven en de vleermuis nog net iets lager. Maar heel vaak dat we per gevel eigenlijk wel scheiden. Dus de ene soort zit op een gevel en soms om de hoek zit een andere soort weer. Dus combinatie in één gevel doen we heel weinig. Oké. Helder. En jullie zijn natuurlijk vooral gefocust in bij het soort managementplan. Tenminste, dat zag ik zeg maar op de bebouwde omgeving, hè, de woonomgeving. Bedrijventerreinen, zitten die daar ook in of vallen die daar buiten?
Bedrijventerreinen vallen daar vooralsnog buiten. Dus daar zijn we nu over aan het nadenken van gaan we ze ook meenemen. Want veel bedrijventerreinen zijn veel van die metalen loodsen waar niet zo heel veel zit. Maar die vliegroutes, de fietsroutes voor die vleermuizen, die gaan ook deels door de bedrijventerreinen heen. En we nemen daar toch wel heel veel waar. Dus we zitten nu wel te denken of we ook gaan uitbreiden naar de bedrijventerreinen. Ja, en dit is ook misschien een vraag waar ik iets over kan zeggen. Verhoogt natuurintensieve maatregelen ook de waarde van het gebouw? Ik weet niet of jij daar misschien een mening op, over hebt. Ja, dat ligt er aan wat je doet. Ik denk het wel, dat het zeker verhoogend kan werken. Kijk, mijn presentatie ging vooral over alleen maar de gebouwbewonende soorten. En dan denk ik niet dat een gebouw meer waard gaat worden als daar allemaal nestkasten zijn ingebouwd. Maar ik denk wel dat zeker met groene daken, met andere klimaatmaatregelen die je allemaal aan je gebouw neemt, dat het wel degelijk waarde verhogen en zeker ook voor de omgeving kan werken. Ja, dat denk ik ook. Want we zien gewoon vanuit de markt, Amsterdam dan, dat er heel veel vraag naar is. Hè. Dus ja, dat is ook altijd voor een deel is het marktgestuurd. Dus veel mensen willen ook iets van groen in hun directe omgeving, op het balkon of op het dak. Dus ik denk dat daar zeker de markt of de waarde van je gebouw hoger wordt. Even kijken, ik ga nog even, ik scroll nog even. Nou, ik heb hier nog een provincie Utrecht. Wij dragen financieel bij in het ecologisch onderzoek van gemeenten. Onderliggend aan de aanvraag, sowieso 1,3 miljoen vrijgespeeld, dus 50.000 per gemeente. Dus als je in de provincie Utrecht woont of een project hebt, dan zal ik daar gewoon eens contact met de provincie opnemen. En er zijn ook nog mogelijkheden, Roland Soer, dat er ook vanuit woningcoöperaties en andere zaken nog wel geld vrijgespeeld kan worden. Even kijken. Even zien. Ja, veel vragen over kosten. Is er ook een financiële tegenprestatie? Dus leesjes van dit onderzoek doen jullie natuurlijk gratis, denk ik, voor degene die die verbouwing of wat dan ook doet. Wordt daar nog iets als tegenprestatie in de vorm van geld voor gevraagd? Nee, op dit moment nog helemaal niet. We hebben wel gekeken of we dat via leesjes iets zouden kunnen doen. Maar dat werd toen heel erg lastig om daar iets voor terug te krijgen. Bovendien waar het ons als gemeente vooral destijds ook om ging, van wij willen faciliteren. Dus wij willen ook iedereen die in de stad komt wonen en werken, willen wij zorgen dat die ongestoord kan bouwen en zoveel mogelijk kan doen. Dus daarom hebben wij dat voor een deel naar ons toegetrokken. En dat is dan weer het voordeel. Je wordt een aantrekkelijke stad doordat mensen eerder kunnen realiseren in je stad. Dus dat was vooral de achterliggende gedachte ook, om het toch zelf te doen en daar geen financiële afdracht tegenover te stellen. De vraag speelt nu wel een beetje van wat moeten we met monitoring gaan doen? Van vinden we dat iedereen die nu aan het inbouwen is, dat die ook een bepaalde tijd zou moeten monitoren? Of een afdracht, zodat wij de hele monitoring voor ons kan nemen. Maar er is nog geen besluit over wat we gaan doen. Oké, dank je. Nou, we naderen bijna het eind. Ik heb hier nog, dat is eigenlijk meer een opmerking en daar kan ik me helemaal mee in vinden. En moet er niet nog veel breder gekeken worden naar dan we nu doen? De meeste gebouwbewonende soorten zijn bijvoorbeeld insecteneters. Het gaat niet goed met die insecten. En dat kan een beperkende factor worden voor de gunstige staat van instandhouding. Als dat zo is, voegen we extra nestlocaties niet zoveel meer toe. Nee, dat denk ik ook. Dus we moeten vooral naar die omgeving kijken. Groene gevels, groene daken, groene oevers. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat moeten we vooral doen. Even kijken. Ik zie hier nog een laatste vraag. Even zien. Oh ja, zijn deze, en dat is misschien dan de afsluitende vraag. Zijn deze toepassingen die je net noemt, zoals het soortenmanagementplan, net zo goed bruikbaar in een landelijke gemeente als in een stedelijke gemeente? Ik weet niet hoe dat in Tilburg zit. Of jullie je ook landelijke gebieden hebben. Ik heb vroeg net natuurlijk even over die bedrijventerreinen. Wat denk je? Ja, ik denk het wel. Kijk, hetgene waarom dat dan nog even recht zetten. Wij zijn begonnen in 2013 met het onderzoek.
Maar dat had ook te maken, het was helemaal nieuw, dat hele fenomeen, om daarmee te werken. Dus we hebben hem heel beknopt geprobeerd in te vliegen, want we hebben al ontzettend lang met RVO daar toen over gepraat, hoe we dat zouden doen. En we wilden vooral een eenvoudig bruikbaar iets gaan maken. En ja, ik denk dat dit makkelijk ook op andere manieren neer te zetten is. Sterker nog, in Tilburg wordt ergens een nieuw bedrijventerrein, dat zit in de planning, een nieuw bedrijventerrein te maken. En daar hebben we nu lopende ook een gebiedsontheffing. En dat gaat dan over uilen, dassen, vossen, weet ik het allemaal daar in het buitengebied. Want Tilburg heeft best nog wel redelijk wat buitengebied eromheen. En daar zijn we dus ook mee bezig. Dus kan het? Jazeker, denk ik dat het heel goed werkt. Omdat je integraal voor al die dieren aan het kijken bent en niet voor één specifiek iets. Oké. Nou, dankjewel. Ja, we zijn aan het einde gekomen.